Zo, nu raadgever Dennis weg is, ben ik hier nu de baas, ja? En Foxy, jij weet meer over dit gebied? Ja. Dan ga jij mij daar heel wat dingen over vertellen. Oké, maar dat doen we trouwens al, Duffy. Oké, is goed. Maar hertog, ik moet nog wat hout hakken, want het hout is op. Oké, dan mag jij hout gaan hakken. Oké. En dan ga jij maar als beveiliger en dan... Ja, dan gaan we naar de troonzaal. Ik volg op, jou. Jerry. Je weet wat hier in de avond kan gebeuren. Oh? Ja, we hebben heel veel last van monsters en van... van andere... spot. Monsters. Oké. Nou ja, goed, we hebben één beveiliger mee en jij bent er. Ja, dus wij zullen er niet zoveel last van hebben. Maar monsters, en dan, waar moet ik dan aan denken? Aan zombies of... Oh, ja, of mensen uit een ander gebied. Oh nee. Ja, we hebben af en toe, laten we zo zeggen, last van de provincie Vistara. Ik weet niet, heeft u ervan gehoord? Vistara? Nee, dat zijn van die hele aparte mensen met bont en zo, weet je wel? Die hebben echt van die bonte kraagjes en zo. Het zegt me wel iets vaags, maar ik weet beetje, het niet. Beetje Vistara. Raar. Huh, hoezo is hij vuur? Ja, het bliksemt hier heel vaak. Heel vaak. En ja, dat is dan... Ja, precies. What the fuck? Ik vind het nogal raar. Je begint over monsters te praten. En dan begin je over dat hier heel veel bliksemt. Ja, bliksem, dat hebben we heel vaak al last van. En dat is niet echt een probleem. Ik bedoel, ja. Ik word hier steeds ja, een raar gevoel hiervan. Vertel, wat is er allemaal zo? Hertog. Ja? Ik heb een dorp gevonden. Niet ver hier vandaan, met iemand erin. Een dorp? Ja. Foxy? Een dorp? Ja, ik weet het ook niet, Duffy. Nu weet ik het ook niet. Wacht even. Eerst zeg jij dat er in het bos in het donker monsters allemaal zijn. Dan is hier bliksem. En nu een dorp? Wat is hier nog meer? Ja, dat dorp, dat wist ik ook niks van. Misschien is het ouder dan ons. Misschien is het informatie dat wij nog niet weten. Oké, ik ga mee. Maar als ik aangevallen word of er gebeurt iets... Ik maak jullie allemaal af. Wij zijn met 3 man zijn we bij u. Nu weet ik nog steeds niks over dit gebied. Ja, op zich, wat wilt u weten over de bevolking? Ja, alles. Ik bedoel, we zijn hier met z'n vieren. Waar is de rest? Of is er geen niemand meer? Ja, de rest is eigenlijk met Jamie meegegaan. Op een laatste missie, maar ik weet niet waar ze zijn gebleven. Dus ik heb toen maar de leiding op mij genomen. Ik heb voor deze mannen gezorgd. Ja. Dus, als ik het goed begrijp, er waren veel en veel meer. Ja, we waren met 3 keer zoveel ofzo. Ik weet niet waar ze zijn gebleven, Cosmo. Dus, als ik het ook goed begrijp, waren jullie heel erg hecht met Jamie. Waardoor er dus heel veel mee zijn gegaan voor hem. Ja. Maar waarom ben jij niet meegegaan? Dat vraag ik me af. Omdat, kijk, als ik niet weg zou gaan en ik zou bijvoorbeeld Jerry en Jelmer en andere strijders even alleen laten. En zo van alles kunnen gebeuren, is er niemand die hem kan aansturen. Ja, en ik was toch wel de rechterhand. Dus als iemand de leiding zou nemen nadat Jamie weg is, zo, dan ben ik dat. Dus als ik het goed begrijp, Jamie ging er alleen op pad met zijn strijders. En jij was hier zeg maar om het fort te bewaken met nog wat andere mensen. Ja, als het ware wel. Ja. En daarna hebben jullie nooit meer iets van hem vernomen? Geen brief of van de mensen die mee waren? Nee, want 2 dagen of een dag daarna kwam u eerst. Heb ik u wel een dag gestuurd en daarna kwam Dennis, aan raadgever Dennis. En ja. Ja, ik sta hier wel van te kijken. Dus, maar het is zo raar. Jamie is weg, jij gelooft me niet. Dan ben ik hier, een monsters in het donker, blikseminslagen, een dorp. Dorp, dat zegt mij ook niks. Hier is het daarom dan. Gaan we er nu even heen. Wat? Daar staat iemand. Waar staat iemand? Waar? Huh? De tuin. Wie is dat? Doet-ie. Hij zit er gewoon in zijn tuin bezig? Hij ziet me!